Welkom bij Koken met Bertolli. U neemt het broodje uit de zak. U gooit het. Lia. Komt u doen mevrouw? Ja, verder met het programma. Het is live, hè? Ik ben live. Ik neem de tijd. Koken met Bertolli is koken in alle rust. U neemt het broodje. Neem het broodje open. En snijdt u dan het broodje helemaal door, meneer? U snijdt het broodje niet helemaal door. Okay, dat is belangrijk voor de kijkers thuis, anders kunnen zij dit niet nadoen. Ja. Zeg wat, Bart. En welk mes neemt u nu? Oh, een vork. Een vork. Oké, echt waar. Een vork neemt u. En dan? En probeert u een worstje te vangen. Worstje op het broodje. Oh. Ja, en ja. Heinz, tomatenketchup. Hij heeft een nieuwe gast in de keuken. Ja? Ja? Ketchup? Nee, ik ook geen ketchup. Wat nee? Ja, wel het broodje, maar niet om mezelf. Aha. Welke kant van het broodje wilt u het graag? Ik wil over de worst. De kok doet het aan de andere kant van het broodje. Ja? Nee, u bent de kok, dus maakt u mij mijn broodje maar klaar. Zo. Is het moeilijk voor de kijkers thuis? Het is heel moeilijk. Fucker. En doet u alleen... Vieze, werme, schele worst. Doet u alleen ketchup? Red zo'n worst nog wat. Doet u alleen ketchup op een broodje? Wat? Doet u alleen ketchup op een broodje? Nu, wat was de andere strand door nog? Geen mosterd of mayonaise? Mosterd, hebben we niet. Mayonaise is niet te verreden. Dus dan maar ketchup. Oh. Lia, was ik lekker stok, broer? Ja, moet ik anders eten. Ga eens even een croissantje halen. Nee. We hebben ook lekker worstjes. Ze zijn echt lekker. Ze zijn schele worsten. Menu à la Bertolli. Nou, smakelijk. Ja, het zal wel niet lukken. Smakelijk. Ja, wat? Je gaat ze geen eind op te bakken en dan op zo'n hamburgerbroodje moeten doen. Nee, ik wil het bakken. Nee, dit was weer bakken met